Wie ben ik, mercenariën? Bij de Giro gevraagd door Jan Plompe, die op zoek was destijds naar de 12-jarige communicante. In 1948 naar de eerste vergadering gegaan die toen op het Tof van Leijzen was. Ik denk dat we met vieren waren. Het was in de eerste plaats een kennismaking met het Tof van Leijzen, want wij kenden het Tof van Leijzen niet. Het Tof van Leijzen was een afgesloten domein, hè. Mocht hij niet op. Jan heeft geprobeerd om contact op te nemen met meneer De Winter. En zo zijn ze geprobeerd om dus de Giro te starten, want de Giro bestond niet in Laurentius. Nee, toch veel tegenkantingen voor gehad om dat te doen, maar je dat toch dan toch in gelukt. Want er was dus niks, hè. Nul, hè. Zijn opzet was van dus een jeugdbeweging voor jongens buiten de scouts. Maar dat bestond dus wel, hè. Een scoutsbeweging bestond er wel. Scout was in die tijd nogal erg elitair. En ik denk dat het meer algemeen was dat hij wilde. Ik ben in 1950 bij de Giro gekomen in het voorjaar. We hadden een fantastische hof om te spelen. We hadden dan lokalen in wat wij noemden het kasteel. Met die monumentale trap. Met zo'n halve kelderverdieping. En daar zaten dus de lagere afdelingen in. En de kerels en de oudkerels, die moesten dan via een houten trap. Ze konden biljarten, pingpongen. Het domein zelf was feitelijk prachtig. Er was een grote vijver met een eilandje erin, waar wij dikwijls een apenbrug maakten om van de een naar de andere kant te kunnen gaan. Er was ook nog een mooi ijzeren bruggetje dat met een tijd wel bevallig is geworden en waar we niet meer over mochten gaan. En het kon eigenlijk niet op ons plezier. We konden daar voetballen, konden daar ravotten. Als wij dus in Tof van Leijzen aan het spelen waren, konden wij volgen wat dat een beerschot deed. Iedere keer dat hij een goal maakte, dan er stonden geen appartementsgebouwen of niks tussen. Het gebied voor de vijver, gezien vanaf de Markt Gravelijn, was uitsluitend voor de jongens. Dan de meisjes die zaten in Zonnewoon, een houten barak feitelijk, dat paalde aan de Korte van Peltstraat. En daar hadden zij hun terrein waar de jongens in mochten opkomen. En dan werd er afgesproken voor het middengebied wie dat er die zondag mocht daar spelen. Vroeger werd dat wel streng gescheiden. Als we samen in de hof speelden, dat kon praktisch niet. En er werd wel toezicht op gehouden. Vooral, we noemden dat bestuurder, de proost van de meisjes, Keulemans, die de opvolger was van De Vroei, dat die er nogal goed, dikwijls met zijn fiets, s'avonds door de hof reed om goed te controleren dat er niemand van de meisjes of van de jongens in het deel kwam van een hof waar we niet meer mochten komen, in dat donker was. Ja, het was heel erg apart, hè. Want er werd zelfs gepatrouilleerd. Dat de meisjes niet bij de jongens zouden terechtkomen. Ja, dan, dat was tot daar, tot een zeker punt, was ons terrein in Tof van Leijzen en een ander stuk was van de jongens. En dan meneer De Vroei, die wandelde rond als ze dacht, er is een schaap weg. Hè. Het is toch niet om de jongens vertrokken. Ik ben Ivan van Leenen en ik heb de Giro in Sint-Laurentius begonnen. We waren direct met 5, 6 leidsters. En de kinderen, die zijn links en rechts allemaal gevraagd. En zo zijn we gestart. En dat is direct goed gelukt. De kadotsers waren er en de remmenkoeken een jaar of 2 bij geweest. Totdat dat afgeschaft werd. En dan kwam in de plaats de Giro. En we zijn gevraagd voor de Giro te komen als laatste. En dan heb ik dat gedaan. De proost die kende verschillende mensen in de parochie. En dan zo hij daar later geronseld. We zijn begonnen met enkele. We maakten reclame in de parochie voor de kinderen tot bij ons te komen. En zo is de Giro dan gegroeid. We hadden nog geen echte uniform, we hadden alleen een tok. Ik weet niet of je dat kent, zo recht potsje, zo rond. Zo. Dat hadden we al en witte sokken en speelschoenen. Dan moest ze liefst in uniform zijn en dan heb ik goed gaan kopen met Mia Weids, dat weet ik nog, op de Vosstraat ergens. En mijn zus heeft al die kleren geknipt
En ik heb die al nog gestikt, tot 's nachts 2 uur aangewerkt. En ze zijn allemaal eens komen passen. En tegen Pasen waren ze allemaal schoon in uniform. Zelfs de dassen en alles zijn allemaal gewoon zelf gemaakt. Dat lokaal, ja, dat waren meer barakken in mijn ogen. Toen, dan als dat moest afgebroken worden, ik denk dat dat voor de PIVA was. Dan zijn we naar de Franse plaats gegaan. Dat waren oude kloslokalen. En daar zijn we dan gebleven totdat de lokalen in de Rezijnstraat af waren. Hè. Dan zijn we daar gegaan. Monseigneur Dame heeft dat ingewijd. Dat was zijn eerste officiële activiteit als bisschop van Antwerpen. Hoe dat een zondag eruit zag. Ja, we begonnen al mee naar de kerk te gaan 's morgens. Hè. Maar of 9 was er al de afspraak en dan zagen we elkaar al in de kerk. Hè. Dat was ja, altijd naar de groepsmis. Dat was altijd. Dan gingen we elkaar optrommelen onderweg. Die bellen en dan met een troep naar de kerk. Dat was een ding van de proost. Je moest alle dagen naar de mis komen. Daar stond de boek. Alle dagen naar de mis. Al moest je van, ik weet niet waar komen. Hoe klaar dat goed wordt, ze moesten er zijn. En dan ging iedereen naar huis. En 's middags tegen 1 uur of 2 kwam iedereen terug bijeen. 2:15 was die fameuze openingsformatie. Dat was dus de vlag werd gehesen. En dat was volledig in uniform. Dat was dus wel altijd een heel plechtig ogenblik. Ja, en dan de EDD deed het zijn. Hè. En dan werd er gespeeld, er werd gevoetbald, er werd wimpeltrek, er werd... Dus die dingen, dus dat allemaal. Hè? En er waren zangstondes en leerde blokfluit spelen. En er werd geknutseld en er werd atletiek gedaan. Het ene spelletje was al plezanter dan het ander, maar het was altijd plezant. En dan met om 1:00 of 6:00 met slotformatie, met vlaggen groot. Dat was het gedaan. En dan bleven de laatste nog wat kletsen erna over de werking. Nee, wat hebben we meegemaakt hebben. En dan toekomst zowat, wat hebben we zouden willen doen. Dat was onze zondag. Een vendel, ja, dat was één groep en elk vendel had ook zijn eigen taak en elk vendel had zijn eigen opdracht te doen. Als je bij elkaar moest komen, zo'n hoofdleidse vloot bijvoorbeeld, ik zal u wel zeggen 3 keer een vloot, dan wist je dat je in vendel moest gaan staan en dan ging je in vendel naar de eetzaal bijvoorbeeld. Dus je bleef altijd in die groep, heel het jaar door. Het was een kleine familie binnen de grote familie. Elke afdeling had had vendels. Meestal waren dat rond de 8 kinderen. Mijn beste Giro-herinnering, denk ik, het kamp van Wery. Omdat dat voor mij het eerste bivak was, met een ganse groep daar zijn, dat heeft bij mij een enorme indruk nagelaten. En dan s'avonds, heel in het begin, was het altijd wel een heel avontuur om heel die bende, als ze in hun bed zaten, om die te doen zwijgen, te doen slapen. En het is toen, dat herinner ik mij nog, dat ik naar het toilet moest en ik zag dus meneer De Winter, de proost, op zijn kousen, op de trap, zijn brevier te lezen. Want de priesters lazen toen nog een brevier. En die deed dus mee de bewaking van ons. En hij deed dat op kousen. Toen is de naam De Beer op Sok aan hem gegeven door ons. Hè. De beste herinnering van de Giro. De ene zondag was het wel wat beter dan de andere. Soms kwamen er minder goede dagen, soms betere dagen. Maar over het algemeen waren wij s'avonds heel content dat wij die zondag weer goed gespeeld hadden met de groep. Als ik er nu denk aan vroeger, is het niet allemaal roze geur en maneschijn. Ik weet nog goed, als we in Heijbrand waren ook, werd gezegd van, denk eraan, die appeltjes zijn niet rijp, die mocht je niet. Ja, dat doen we niet. Ja. Volgende dag, diarree. De grote trap van Heijbrand. Van boven naar beneden. Allemaal, dan een dokter. Naar Westmalle. Ik met de fiets naar Westmalle gereden. Dokter, kun je dus niet komen. Dat was geen lach, hè. De grote trap van Heijbrand, van boven naar beneden. Van in die slaapzaal naar beneden. Oh.
mag je niet op denken. Misschien dat van Cam. Dat ligt nogal dicht tegen de Maas. Daar zijn we er ook een ding tegengekomen, een soort kluizenaar. En die vond dat heel interessant van al die meisjes te zien. En dat was zo'n hele lieve man en dat sprak iedereen aan. Ook op dat domein, voor zover ik me herinner, er hingen lianen. Dus probeerden we zo bij de naap uit te hangen. Dat was in die kasteeltje ook. Mijn beste Giro-herinnering. Mag eerlijk zijn, de top 64. Wij gingen dan met de Giro naar de top 64. En dan moesten we vanaf Loren te voet naar Sint-Jaasplein. En van Sint-Jaasplein te voet naar de Antwerp. Voor die een top mee te maken. En die was gewoon weer prachtig. Al die Giro's, het begon te regenen. En heel het Antwerpstadion werd plastic. We hadden allemaal een plastieke zakje gekregen om over ons te trekken. Het regende. Dat was echt prachtig. Dat was met een top. Hetgeen dat wel een van de hoogtepunten was, dat was top 64. Daar hadden we, ik weet niet, 50 of 60.000 Giro jongens en meisjes. En een paar duizend proosten ook waarschijnlijk. En dan ook de aankomst veilig in het stadion. Dat was ook wel de moeite waard, omdat al de groepen daar ook met banieren en pennoenen binnenkwamen. Dat was een prachtig zicht. We hebben wel geweest dat we naar Westouter gegaan zijn, samen met Michel. En we gingen op bezoek, op voorverkenning. En we hadden er zo de kerk. En we gingen met een oude pastoor de kerk binnen. En ik heb mij laten ontvallen tegen de Michel. Amai, die een toeg staat in verf. En we moesten terugkeren. Dat weet ik ook nog, ja. Wafelen bakken. Dat werd dan natuurlijk om geld in het laadje te krijgen en voor het bivak te sponsoren. Hè? Die werd gebakken door de ouders van de meisjes. Meneer Levers, die bakte er, die zat vroeg bezig. En alles inpakken en overdragen. En de meisjes die gingen die dan bedelen bij de mensen. We gingen van huis tot huis en dan kwam het er wel op neer dat we op de duur zo'n wedstrijd ontstond van welk vendel heeft de meeste wafels verkocht. En dan kregen de jongens ook zo'n wafelen, want er deden we van alles in. Dat was plagen. Die hadden dan ook wafelen besteld en die kwamen die dan halen. En dan waren er altijd wafels, maar als ze die dan begonnen om te eten, dat er van alles in zat. Maar ze kregen dan daarna wel de goede wafels. Dat was deugnitraam. De beste herinneringen. Ik vond ze allemaal even leuk. uiteraard dat van Arbe Fontaine, waarbij André Keulemans proost kwam vragen of dat ik bereid was om mee in leiding te staan. Inzet en aanbod dat ik met heel veel plezier heb aanvaard. En ik hoop naar best vermogen kunnen gedaan hebben. In tijd zou ik te kunnen terugkomen, voilà. Dat zou moeten kunnen. Aan de Giro te danken, dat is dat ik geleerd heb dat je samen moet en kunt leven. Dat je samen iets kunt bereiken, dat je iets leert, waar dat je nadien wel dus de vruchten van draagt, om in groep te werken, elkaar te verdragen en elkaar te laten. Nee, eigenlijk het groepsgevoel en het samenwerken en samenleven en je plan leren trekken. Uiteraard heeft men sociaal gevoel, met mensen leren omgaan, naar mensen leren luisteren die in de problemen zitten. Dat is werkelijk een heel uiteenlopend publiek soms. En met mensen werken is nog altijd toch het mooiste materiaal dat je in handen kunt krijgen. Hè? En daarmee leren omgaan op die ouderdom, want dan als leider waren we zelf maar snotapen. Hè?
heel verrijkend. Ook omwille van de verantwoordelijkheid die je kreeg. En om van de kinderen die je waren toevertrouwd, mooie mensen te maken. En bij mijn weten zijn er toch nog heel wat die ik ken en die dezelfde goede herinneringen hebben aan die tijd. Dus dat doet hen wel plezier. Dat was goed. Vond dat goed. Soms was het wel eens vermoeiend dat het geblauw wordt. Dat dan avond weer. Als er zo een paar tussen zaten die het gaat doen. Maar voor de rest vond ik het goed. Blij dat ik het gedaan heb. Ik hoop dat de Giro nog een tijdje kan bestaan en dat ze groeien en blijven voortdoen gelijk dat ze nu bezig zijn. Het enige dat ik in feite kan zeggen, dat ik het wel heel straf vind, dat de enige groep in Antwerpen de Giro Loren is. Na die slordige uniformen, en dat is niet meer zo. Vroeger, als ze hier doen, hadden ze allemaal witte handschoentjes aan. En die waren allemaal schoon, fijn. Processen, hè, dat was schoon verzorgd. Ik heb me hier een keer geërgerd, Christus Koning. Dus zo'n gegeven. Dan al die vlaggen bij ons op de kerk. En een van die laatste moest mee de kabine uitdelen. En ze stond er met zo'n heel kort rokje aan. Oh, ik was gechoqueerd.